kijkt naar mijn super tof filmpje, kijk je naar gloednieuwe vlog. Ik ben zo klaar en op dit moment is het woensdagochtend. Het is nu 9:15. Ik ben lekker aan het eten en een serie aan het kijken. Fast and Furious, Spionne Races. Ja, ik ga eerst even eten. Daarna ga ik even FIFA 23 Ultimate Team spelen waarschijnlijk. En mocht jullie even meekijken. Dus zien we dan wel. Tot dan. Zo, daar ben ik. Ja, ik ga nu een potje FIFA spelen. Daarna moet ik eerst even. Dan is het ongeveer 11 uur al. Dus dan moet ik daarna. Wacht, ik start even al gelijk een potje. Want omdat ik een beetje op tijd dan zit, naar het potje moet ik gelijk iets voor mijn ouders doen. En daarna moet ik een klaar maken om bij mijn werk te gaan. Omdat ik om 12 uur werk vandaag. Zo, oké. Hij is tegenstander aan het zoeken. Let's go. Ik heb op dit moment een team gemiddeld van 81, zoals als jullie dat kunnen zien. Dat is een prima team. Ik heb best wel veel Ajax-spelers erbij zitten. Maar dat is omdat Ajax-spelers gemiddeld meestal redelijk goed zijn. Niet de beste natuurlijk. Maar het laagste van Ajax-spelers die ik heb is eentje van 75. Nee, niet eens 76. En de rest is allemaal hoger, dus dan is een Ajax-speler op zich best wel goed eigenlijk. Oh. Hij kon niemand vinden, dus moet ik opnieuw zoeken. Naar het potje ga ik gelijk iets voor datgene voor ouders doen. Dus, en dan zie ik jullie daarna wel weer als ik thuis ben, dat is na 4 uur. En misschien zie ik, dan zie ik jullie sowieso en heel misschien. Zie ik jullie vanavond op de training, omdat ik vanavond weer tafeltennis training heb. En sorry dat de vlog niet iedere dag kan, maar gisteren zat ik tot 4 uur op school. En maandag had ik niet zo heel veel tijd om te filmen. Toen was ik wel vroeg klaar. Maar ik had geen tijd om te filmen. Sorry ervoor dat ik gisteren en maandag geen vlog heb geplaatst. En het weekend misschien ook niet. Maar ik probeer nu. Als ik tijd heb op woensdag, daar heb ik wel redelijk veel tijd. Op maandag als ik tijd heb. En in het weekend probeer ik vlogs te plaatsen. Dus 4 vlogs per week probeer ik nu te maken. Alleen, ik ga geen 7 meer kunnen maken. Omdat, ja, ik zit gewoon 3 dagen in de week tot 4 uur op school. En dan heb ik geen tijd om nog vlogs te maken. Want anders is het ook zo saai. Ja, ik zie jullie wel als zo'n potje gestart is. Oké, dit is mijn tegenstander naar het kap of zo. Dus let's go. Mijn verdediging is wel slecht, maar mijn aanval en middenveld is wel goed. Dus let's go. Ik zit nu. De laatste divisie die er is, vorige seizoen ben ik helaas gedegradeerd, maar dat was het. Ik moest, toen let ik bijna iedere wedstrijd moest ik tegen een team dat beter van me was dan mijn team. Mijn team is 81 gemiddeld. Moest de hele tijd tegen iemand 85 gemiddeld of hoger. Ja, hoe de fuck denk je dan dat ik kan winnen? Niet. Maar goed, nu moet ik tegen een team van 80 gemiddeld. Dus let's go. Well, thanks, Derek, as always. The scene is set, two good teams, a great playing surface, and
and a vibrant atmosphere has all the ingredients for a really exciting game. It was a menacing attack, but tidied up. So a throw in here. That's all they can conjure for now. On to Jimenez. Jimenez. Die kan dan spelen. Dan staat Klaassen daar. Ik kan Klaassen doorlopen en dan kan ik hem zo voorheen. Oké, okay, zo. Klop. En dan. Ah, bijna. Maar ik vond het wel van mezelf. Eén keer moest ik de vorige divisie, zeg maar, vorig seizoen tegen iemand die algemeen 95 was of zo. Op mijn vinger. Nee, 94 was. Maar toen had ik nog best wel door 3-1 verloren. Dat vind ik ten eerste best wel graag van mezelf dat het met 3-1 was. En ik had nog heel veel schoten op zijn doel. Dat vond ik ook nog best wel knap, omdat zijn, al zijn spelers waren veel beter dan die van mij. En als je dan nog steeds zo geschoten en zo toe hebt, vind ik dat wel knap. Op zich. Ik vind rood. Jammer. Ja, ik ben gewoon zo op onderuit. Wat doet die? Wat klootzak. Ik vind het echt heel lullig dat ze Renault op pauze gaan zetten. Hier is Marco Asensio. En across the touchline, so a throw in here. Maar hij gaat wisselen. Nu al. Heel veel van zijn spelers zijn er uitgeput omdat hij bijna nooit wisselt. Marco Asensio. Daarom moest hij al wisselen. Ja, ik ben zo iemand. Ik zorg er in ieder geval voor dat mijn andere spelers die in het veld staan 80 energie hebben of meer, want het kan 99 zijn maximaal. Zodat ze wel gewoon kunnen spelen. En als ik ze een beetje zuinig gebruik, kunnen ze dan ook bijna altijd tot het einde spelen. Oh, een ingooi is vanaf daar. Oh, dat is klote. Oh, zo. Mooi goaltje, even klippen hoor.
Deze was prachtig. Daar komt Bam. Kopbal erin. Hoppa. Het vervelende is, die tegenstander skipt niet, dus daardoor duurt alles ook iets langer. Oh, verdorie. Bergwijn, oh, die kant. Nee, ik moest er nog eentje voor mij naar geschoten. En jongens, mij laat weten, zou ik de nieuwe FIFA komen kopen die net uit is of niet? Nee. Laat weten in de comments, zou ik de nieuwe FIFA kopen die net uit is? Ja, omdat FIFA nieuwe, spel FIFA heeft een nieuwe producer, zeg maar. Dus het heet niet meer FIFA zelf, volgens mij. Het heet nu anders, maar het is nog steeds wel gewoon FIFA. Alleen het heet gewoon anders. Moest toch vier een verdediger of niet dan, hè? Scheidbal. Oh, mijn batterij is bijna daar voor een goede. Even heel even op pauze, dat komt allemaal op alle kanalen. Oké, let's go. Eerst al voorbij, het staat 2-1 voor de tegenstander. Ik kan op zich nog wel winnen, alleen hij is gespeeld was soms een beetje vervelend. Maar ik kan op zich wel winnen. Skip nou. Kijk, want hier zie je ook. Ik sta misschien achter, maar ik heb wel veel meer schoten. Want ik heb bijvoorbeeld... Kijk, jullie zien het. Ik heb 9 schoten in totaal. 4 op doel, hij 2.
second half we have in store for us. And do they mean business on this occasion? A disappointing end to the move, but nothing comes of it. Good defending it was. The ball with Luis Alberto. Williams. Nu ga ik klaar hebben. Skip me ook, klote joh. Alvarez! Zo! Noël kan Alvarez niet schieten! Even klippen hoor. Oké, zijn keeper is wel goed, ja. Wat? Wie de fuck stond erachter dan? Wat die erachter stond, dat was Klaas waarschijnlijk. Nee, die spelen een week op terugspeelde. Hoe dom is die? Even serieus in zijn uit. Ja, en de reden dat mijn team nog Flappy heet, is omdat ik dit team aan heb gemaakt toen ik wel nog Flappy genoemd zou worden. En nu niet meer, maar het is wel gewoon een goed team, dus ik wil je wel gewoon met door. Maar hij gaat wisselen, vandaar dat hij dat doet. Hij zag wel even geluk dat zijn keeper iedere keer zoveel bal tegenhoudt. Here is Marco Asensio. Jimenez.
with Ben Vine. He succeeded in getting his fist to it. A possession given away. This is course, and they continue to advance. And can he find the net? Oh, good work to deny the opportunity. Heb ik hem nog? Ja, ik heb hem nog. Ah, verdomme. Well, tremendous block. And give it away. Oh! Hoppa. 3-3. Zo, bam. Wisselen? Ja, we wisselen. Heb ik wel gewonnen, hè? Ik heb gewoon gewonnen. Hoppa. Lekker. Oké, dit was potje FIFA weer. Ik ga nu even klaarmaken om naar werk te gaan en nog iets voor mijn ouders doen. Ik zie jullie als ik weer thuis ben. Tot dan. Zo, daar ben ik weer. Ja, het is nu inmiddels dinner voor 4:30. Ik ben al even thuis van mijn werk. Oh, stom licht. Ik ga nu weer even lekker gamen tot het eten. Ik ga weer FIFA 23 Ultimate Team spelen. Het tweede potje van vandaag. En kijken of we weer kunnen winnen. Dus, let's go. Oké, daar gaan we. Daar gaan we. Ja, gewoon daar gaan we. Oké, hij is 5. Kijk, zijn spits is gevaarlijk. Zijn linksvoor is ook gevaarlijk. Maar ik denk, het ligt eraan, tenzij hij super goed speelt, denk ik dat ik wel kan winnen. Maar we gaan het zien. Sanchez, Klaus, Marcudus. Do they need business on this occasion? They couldn't quite muster a real threat. Well, that shouldn't really happen from a throw-in. Well read to put an end to that attack. So they had attacking momentum, but not so. Hey, what the fuck did I know? We're going to see the first yellow card of the game. The referee not standing. Kijk, ik heb zo de bal, ik draai weg en hij wop mijn voet onderuit aan. Oh, een tombo. Wow. Takes it off, shot blocked but still alive.
perfect position to read it. On to Jimenez. And Grealish. Defended well. And now it's Riblin Bakul. On to Jimenez. Sorry voor het geluid op de achtergrond, maar ik weet niet wat het is en ik kan er vrij weinig tegen doen. En dan moeten we wachten. And the ball's gone. Untidy on the ball. And Grealish. Bijna. En gewoon een pien. Zijn de goede gemissen. Into the advanced position. It's an astute piece of defending. Oh, it almost did the trick for them. Great defending. Mopping up defensively. Oh! Opa. Adriano in possession. Ball's gone. Fouquet. Will they get themselves level here? And it's come off the keeper. And he struck the post. Alvarez now. Raul Jimenez. Losing possession a bit easily. Jimenez, the save was a good one. He's given us away. Nothing positive comes of it, unfortunately. With Jimenez. Can't argue with that little move. Just the clearance that was called for. They've got it now, what can they do? They couldn't quite muster a real threat. And it's Adriano in possession. Hooky, is it going to end up being productive for them?
to him, Tayat. And caught by the keeper. So 2 minutes of stoppage time to be added on. Just only had attacking momentum, but not so. And it's Adriano in possession. That is that. Eerste helft is voorbij. Oké, 1-0. Ik heb hem niet, dus even kijken. Oké. De paasrecent 67% komt aan en schoten 60% is op doel. Oké, let's go. We gaan verder. Away they go again. Second half is underway here. Nothing comes on the attack when all is said and done. Not to be this time. Alvarez there. Now with Jimenez. Toni Kroos. Intercepting it intelligently. The attack carried an initial threat, but fizzled out. And now it's Ridley Baku. The referee knew that was foul play, but advantage it is. Oh, that's textbook goalkeeping. And just one. No! En dan kop ik hem naast. Wat een scheve trol ben ik soms. They couldn't keep possession. Cross! Couldn't quite direct the shot on target. Vigorous pressure, and a touch off the defender last of all, so a corner. And the post getting in the way. Nay. Oh, krijg ik maar een kaart. Krijg ik maar een kaart. Oh, Elfstroom, het is... Het is geen... Krijg ik maar een kaart, dan moet ik gestopt worden. Lost it. And the referee takes exception to the challenge. Yeah, what the fuck is this? In possession. It has gone over the touchline for what will be a throw-in. This is Kors. And a throw-in forthcoming. No, okay, not yet.
double substitution. Well, he has the measure of his opponent. And they look deep. Wonderful tackle. Kom maar aan. Maak dit heel even af. Ik ben binnen 3 minuten of zo klaar. Mag ik dit even afmaken? Ik ben binnen 3 minuten klaar. Ja. Trouble the opposition this time. Now the attack fizzled out. Well, not covering himself in glory defensively. This is Kors. Let's just clarify. Oh, foul play, says the referee. Possession. It looks promising, and a shot from some way out, and it will be a goal kick. Wide it was. And a double substitution it's going to be. Jiménez kan niet met links zitten, dat is een probleem. Als ik Berghuis had gehad, die had hem weer getikt. Kijk, hij is wel een So important they don't get distracted by the clock, though. Just going to keep their focus now and see this one out. It's with Bergwijn. Well, the attack fizzled out. Shot attempted. Oh, no! Really good effort. Well, it hasn't been a great performance, but the fans have been brilliant. Just listen to the noise. Can the players respond and find this equalizer? This looks more than decent. Just trying to capitalize there. Well, terrific defending to stop them progressing. Jimenez. Just unable to take advantage of that developing situation. Well, we could have made that decision from up here on the gantry. Brad, you stood here for a bad spell. Nacho Fernandez. Well, he's been ruled offside. What? And the can't kind of see. It's with Bergwijn. He wasn't going to let that go. Even Bissouma has it. How can they turn one of these attacks into a goal? And played the pass well.
Ik kan die daar zetten, dan gooi ik de biezen voor andere. Dan zet ik Bergwijn in spits. Zeg mezelf. Ik ben nog bezig. Waarom is Broby man van de wedstrijd? Hij heeft 8,1 naar het maakt niet uit. Let's go. En dit was dit potje. Ik ga nu eten en dan ga ik naar trainen. Misschien film ik daar wat. Als het zus, dan zie ik jullie daar en dan zie ik jullie daarna mooi. Tot dan. Zo, daar ben ik weer. Ja, ik ben inmiddels weer terug van de training. Ik heb me net even gedoucht. Het is nu inmiddels 9:50. Nee, 9:50 bedoel ik. Ik ga even lekker gamen voor mezelf toch, dat ik ga slapen. Dus dit was vlog weer van vandaag. Ik heb het echt leuk van vergeten dat blauwe ruimte wel gewoon en dat benieuwd bij kanaal. Hier beneden, dan zie ik morgen weer bij een gloednieuwe vlog. Doei! We'll be right back.